Dit is het moment waar ik al heel lang op gehoopt heb. We zijn er! De winning! We zijn de vast in de attractie! Kijk eens een tanden. Goedemorgen, wij zijn in Disney! Dat is niet waar! Nee, we zijn nog niet in Disney. Nee, nee. Maar we zijn nog altijd in dichtbij Disney. Ja. Op ons hotel. En we gaan zelfs naar Disney, maar we gaan eerst ontbijten. Hoe laat is het eigenlijk? Goed, ja, zijn we nog op schema? Het is 9:40. Echt? En we hebben nog maar 20 minuten om te ontbijten. Oké, we gaan door. Wij zijn aan het ontbijten. Het is niet heel veel van ontbijt. Eigenlijk alleen maar croissants en stokbroodjes. Er is ook geen rest of kaas. Alleen maar choco, confituur en... Dus ik heb spek, stokbroodjes en choco. En Celine heeft croissants, stokbroodje, honing en choco en confituur. Dat is niet echt... Ja, ik vind het zo te zoet. Ik heb graag 's ochtends zo iets hartig, maar ja. Dat denken ze niet. Ja, en voor zo weinig geld, ja. Oké, het wil doen. We hebben een deel van onze collectie naar binnen gehaald. Waaronder deze roze jas. Ik vind die wel echt tof. En die is trouwens warm, hè. Die houdt echt zo de wind tegen. Nu heb ik deze outfit aan, maar ik denk dat dit iets te koud gaat zijn voor Disney. Dat is wel mooi, want dat rood past goed bij de oortjes. Ik zal het dus hier in de spiegel laten zien. Dat rood is wel mooi met de oortjes, maar ja. It's way too cold, hè? Ja, it's way too cold. Ja. Oké, ik draai eens naar de spiegel. Wat? We zijn... Twinnings! We weten niet wat we moeten aandoen. Oh. Ik denk dat ik voor roze ga. Voor onze nieuwe parelsweater en het roze jasje. En nu heb ik de blauwe parelsweater aan. Ik denk dat ik voor rood ga, maar ik weet het niet zeker. Of voor geel. Ja, laat die nog eens zien. Hij is ook mooi, hè. Die is ook van onze collectie. Die is ook wel echt cute, ja. En we willen graag sneakers, maar het is zo koud. Ja. Deze sneakers komen trouwens ook in de collectie. Die zijn ook echt wel mooi. En deze ook. Ja, die vind ik ook echt mooi. Ja. Ja, die zijn echt wel chic. Woehoe. Maar ja, sneakers is zo koud aan uw enkel, hè. Dat is veel toffer. Ja, sneakers is veel mooier. Ja, ik zeg sneaker, ja, ik dat ook. Is veel leuker. Nou, ja, ik heb en dat lijkt echt als er een kakvlek hier is. Maar dat is modder van mijn schoen. Oeps, ik heb niet op bed gekakt. Laat me toch kakken waar ik wil. Nog eens change of plans. Ik ga deze witte trui aandoen die je zo hier en hier kunt binden. Super schattig. Met de blauwe jeans en mijn sneakers. Maar wat is er met mijn knieën toch altijd? Hè? Dat is bij die laatste broeken de hele tijd. Ja, maar ik 36, dat heb ik normaal toch? Ja, in het vervolg ga ik dus 34 in deze nemen. Dus deze outfit ga ik shooten dan. We zijn gepakt en gezakt. Ik heb ineens 3 zakken. Ja. Ik weet niet waarom. Maar, en we gaan nu rijden naar Newport Bay, het hotel van Disney waar we verblijven. Dat is nog 10 minuutjes rijden, denk ik. Mm-hmm. Dan gaan we eerst onze outfits shooten daar rond het hotel en aan de vijver en zo. Yes. En ja, ik heb mijn outfit al laten zien. En Celine heeft de gele pareltrui aan en de zwarte sneakers, creepers. Dus die gaan we shooten en dan gaan we ons nog eens omkleden. Want ja... We kunnen niet hele dag in dezelfde outfit zijn, nee. Hè, weet je. Wij zijn gestopt eerst aan een tankstation. Yes. We gaan hier water en ik ga Red Bull kopen. We drinken toch heel Red Bull wel de laatste tijd. Omdat dat hier wel sowieso goedkoper gaat zijn dan... Oei, kei onscherp. Ah, oké. Okay. I'm back. Omdat dat hier wel goedkoper is dan in Disney zelf. Dus we kopen dat hier. Mensen zijn raar aan het kijken naar mij, die mannen. We zijn er! Oeh! We
zijn heel excited, hè. Zoals je wel kunt horen. Dus in dit hotel slapen we. Newport Bay! En dat is echt mooi. We zijn... Oh nee, hè. Ja, zand en ik heb uit de sneakers. Lappen. Lappen. Oh, dat is trouwens echt mooi. We hebben hier al eens geslapen. Ja. Bij... Waarom was dat toen weer? De nieuwe Mickey and the Magician. Ah ja, Mickey and the Magician event. Een nieuwe show van Mickey. En nu zijn we voor Star Wars hier. Ja. Het eerste Star Wars weekend. Woep, woep. Kijk hoe mooi. Kijk hoe mooi. We hebben ondertussen al 2 outfits geshoot. Nu gaan we voor outfit nummer 3. Want de mannen zijn nog gestopt om te gamen, McDonald's te eten en te gamen ergens. En dan zo'n Luna Park. Weet ik veel wat die allemaal aan het doen zijn. Oh, vervelend. We zitten hier met te wachten. Ja, maar ja, nu hebben we ondertussen wel een shitload aan foto's. Oh, mij nog niet. Ik mag dat niet te hard zeggen, want in Disney mag je niet vloeken. Oei, waarom ga je niet terug? Ik weet niet. Outfit nummer 3, 4, ik weet het al niet meer. Maar dit is wel onze Disney outfit, hè. Ik heb mijn roze jas aan. We zitten nu in de bar van het hotel. En we gaan iets klein eten even. Dus hoe laat is het? 12:45 al. Het is al 12:45. Ja. Maar ja, we hebben wel nog lang eigenlijk in het park, hè. Ja. En ik heb een sandwich met groentjes genomen en jij met bacon en groenten. Bacon en groenten. Dus maar de mannen zijn er ook, dus die zou normaal hier elk moment moeten aankomen. Raakt alles. Hey. Oh, mooie chakosh. We hebben de kaartjes, hè. Deze zijn voor u. 2? Ja, fast pass. Dan moet jij uw ook al hebben. Ik heb toch al druk. En ik heb deze. Goed, hè? Ja, is dat je favoriet, hè? Ja. Van toen je 7 was, dus 19 jaar. Oh ja, 19 jaar geleden. Ja, dat is kei lang. Hallo. Hallo. Wij zijn aan het aanschuiven, want we gaan een foto maken met... Dit is het moment waar ik al heel lang op gehoopt heb. Ah, ja. We zijn nog maar 5 minuten binnen en het is al zover. Het moment waar je jaren op hebt gewacht. Yep. En we gaan... Maar dat is echt want dat is Sam's favoriet, hè? Ja, we gaan op de foto met... En ik wil ook wel een foto met Tom, hè? Mag je dat ook? Je mag dat, ja. Yes. We gaan in Buzz Lightyear. We zijn de vast in de attractie. Attractie lijkt plat, hè. We moeten hier nog altijd blijven zitten. In Buzz Lightyear. Dit is mijn 41.400 en
88.300. Maal 2. Wat, maal 2? Waarom maal 2? Ah, jij hebt dubbel in van mij. We zijn de beste. Ga jij? We rijden terug. Echt de mooiste foto ooit. Nu gaan we in Peter Pan. We zijn net in de Pirates attractie geweest. En de Pirates is toch, ik weet niet, mijn favoriet of niet? Ja, dat was wel heel chic. Ja, de Pirates of It's a Small World, denk ik. Oké, heb ik al een paar. Ik heb nog maar 2 gedaan, hè. Hoe 2 gedaan? Bus en... Ah ja. Oeps, dit wordt de derde. Ja, Nick is nog in de Big Thunder Mountain geweest, maar Sam heeft zo'n last van duizeligheid de laatste tijd. Dus ja, Sam gaat daar niet in, want dan gaat hij zich echt heel slecht voelen. Anders doet hij dat wel graag, maar... Spijtig, hè? Ik moest gapen. Zijn je moe? Oh, ik ben moe, ja, amai. Jij niet? Jawel, eigenlijk. Ik zit in mijn hoofd. Oei. Ja. Ik ben best moe, ja. Allee, het gaat. Céline en Nick zijn iets van Star Wars gegaan. Maar wij zijn niet mee, want dat is weer zo heel... Allee, ik denk wel dat Sander draaierig van gaat worden of zo. Mm-hmm. Dus ik ben aan het kijken als we nog shows kunnen zien of zo. Het is bijna 6 uur. Ik zie niks meer na 5 uur. Ah, Wolf. Ah, Wolf. Het ging over de katten van Pieter Beerde. Hey Pieter. We zijn over uw katten aan het praten. We wisten de naam van de oom, maar niet. Laat eens een foto zien. Er zijn ook 2 exotics, zoals Sheldon. En we zagen net een foto van Gnome. Maar we wisten niet meer hoe de tweede noemde. Maar die noemt dus Wolf. Wagen. Ik wacht. Het is wel heel traag. Amai, ik ben echt moe. Echt te kapot ineens, zo. Nu, zeker nu ik zit. Ja, ik denk ook wel als de cijfers terug zijn dat we gaan zien. Ik bedoel iets gaan eten of zo. Ik denk dat we een Rainforest Café gaan eten. Of ik zie hier die Wild West show. Dat lijkt me ook wel tof, maar die is al om 6:30. En dat is over een half uurtje. Dinner. En een show van Mickey en zijn vrienden. Lijkt me ook wel tof om te doen. We shall see. Ik ga de foto al. Ja, ik kan het profiel laten zien. De foto laat niet. Dus dat zijn de katten, mocht je ze willen volgen. Ze noemen die.exotic.twins. En punt niet voluit schrijven natuurlijk, hè. Een punt. Ja, hallo. Leg je me uit? Nee. Oh, ik ben moe. Echt moe. Ik ga niet meer.
eten. Ons favoriet restaurant hier in Disney. Altijd super lekker. En heel gezellig. Zo, echt een jungle gevoel. Skol! Vind je het leuk in Disney? Na zo'n lange tijd. En Disney? Ja. In the rain, zeg. Nee, ik zeg. Vind je het leuk in de rain? Nee, ik zeg. Vind je het leuk in Disney na zo'n lange tijd? Ja, ja. Denk ik toch. Ja? Ja, heel leuk. Heel ja. Chic. Oké, dan is het goed. Echt waar. We hebben eten besteld. Wat heb je gekozen? Niks. Ja, en ik heb de fajitas besteld. Yummy, ik heb de fajitas. Dus hierin zitten mijn fajitas, denk ik. Hier zijn de sausjes. Hier zijn de groentjes en kip. En Sam heeft de mixed grill ook. Ah, okay. Vlees. Yummy. Nick heeft ook de mixed grill. En Celine heeft de pasta met scampi. Ziet er ook wel goed uit. Smakelijk iedereen! We blijven hier één nacht, maar de mannen hebben weer veel te veel spullen meegebracht. Kijk, Nick ook met twee zakken. En Celine en ik hebben maar gewoon een valiesje. Maar de mannen hebben echt mega veel. Dat kan toch niet meer? Kom aan, hè. We zijn aan de kamer. Wie heeft het kaartje? Ik. Oh, we hebben maar één. Ja. Kunnen we er toch twee krijgen? Nee, we hebben maar één. Oh, ik zei twee. Ja. Jij bent de verantwoordelijke. Als we u niet bij hebben, dan komen we nergens, hè. Een koffer, hè? Ja, dat kan ik niet allemaal tegelijk. Ja. Dus laat die dan op de gang staan, uw koffer. We zijn op een kamer. Hier is de badkamer. Ja, het is pretty. Oh. Wauw. Welk bed pakken jullie? Dit. Oké, ik dit. Oh. En dan zie je een make-up tafeltje. Ja, we slapen met vier op een kamer. Ik met Sam. Ja, Sam en ik slapen in dit bed. En Celine en ik slapen daar. Nee, maakt niet uit. Ik zit bij de deur. Ja, ik pak dit. Ik het dichtst. En hier is zo'n kamer als in die film, wat zo heel eng is. Kent je dat? Zo'n tussendeur. Boom! Kent je die film niet? Die enge. Hoe noemt dat? Hier is de badkamer. En de kluis voor al ons geld. Ja, dat is zo hetzelfde. En het bad. En het toilet. Een Disney Cruise. Een Disney Cruise? Ja, dat wist ik. Ja, Celine en ik doen dat jaarlijks. Ja. Wij gaan jaarlijks op Disney Cruise. Ja, dat is. Ja? You wish. Dat is Sam. Sam, geloof trouwens niet. You wish. I wish, ja, I wish. Ik wil op Disney Cruise, hè. Ja. Heb je al gezien wie er naar ons kijkt in ons bed? Ja, Pluto en zo. Waar? Goeie. Waar is Pluto? Ah ja, Pluto heb ik nog niet gezien. Oh, Goofy. Maar hier is Goofy, Donald. Goofy, ja. We hebben Donald. En Donald Duck. En kijk maar Goofy. Ja. Oh, yes. Is hier kijk cozy, hè. Ja. Ik lig hier, en Sam hier, en dan Celine, en dan ik. Met vier naast elkaar. Met vier in bed. Ja. Met vier in bed. Dat denk ik ook wel de hele tijd. Hè? Echt? Ja. Oh ja. Het is kei gezellig. Ja, doe. Hoe is het? Wanneer kun je dat? Ja, als jij slaapt, doe ik. Die kan dan zo. Dat is het wel pijn. Dat weet ik niet, hè. Zo precies een split, want dit been moet je zo doen. Ah, ja. Ah, ja. Maar je moet, nee, je moet dat been meer naar voren leggen. Dan zit je platter. Ah ja, zo. Okay. Ja. En zo? Ja. Kun je ook zo dicht? Oh, ja. Dat kan ook geen kleermaker. Ik ben wel echt leem. Hoe kan je er ook geen kleermaker zetten? Dan kun je zo je voeten boven je tegen. Maar dat kan dan maar zo. Ja, nee. Ah ja. Ja, dat kan ik ook wel gemaakt.
En kun je dan zo op je knieën staan? Oei, maar ik zit wel aan de rand. Dat is spannend. Allee, ja. Kom aan nu, jullie man. Ik kan dan zelfs zonder mijn benen zo te leggen. Ah nee, dat kan ik wel niet. Oh ja? Nee, wacht, ik moet eerst deze doen, denk ik. Ik kon dat vroeger altijd. Want dan zei hij in de ballet altijd dat dat gek was. Dat, ik dat is wel echt gek, dat kan ik wel handen, echt hoor. Niet, hè. Ja, voilà. Nee, maar echt goed, deze kan. Nee, dat kan ik niet, hè. Ja, ik heb het al opgelegd, hè. Ja, dus dat kan ik nog wel, maar ik kan niet dit, hè. Dat rood, doe dat nog eens. Nee, ja. Kom maar op bed. Oh ja. Oh, ja. Op bed, hè. Ja, hoe je kunt dat toch? Nee, ik kan me niet houden met mijn armen. Geschuift, ja, ik denk niet dat ik dat maar kan. Op de grond is dat denk ik makkelijker. Makkelijker? Ja, dat denk ik wel. Ah, ja. Oh, oh ja, je kan dat kijken. Wat is wel pijn. Ik kan mij vroeger ook zo een brug laten vallen. Zo. Yeah. Ja. Handstand en dan? Nee, als je recht staat en dan gewoon zo. Hoe dat gaat toch nog? Dat was een goeie. Ik kan me niet zo goed zetten. Oh, ik heb er al warm. Ja, dat doet pijn bij mij. Ja. Ja. Ik word er alleen een beetje duizelig van. Oh, nee, zo omdat je zo achteruit moet kijken. Ja, dat is waar. Oh, ik weet. En kunt je kaars? Ja, keigoed. Ja. Ja. Maar wel met, oh, wel ook zonder steun. Met handen. Mooi. Dan kun je zo. Ja, dat is nog makkelijker. Oh! Allee, ja. Dat is echt tof. En kun je dingen zo op elkaar leggen? Je gekke move voor je net in een darmkaart. Oeh, oh ja, dat kan. Nee. Ik ga dat proberen. Dat ziet er wel heel raar uit. Wij hebben net even yoga gedaan allemaal. Helemaal fijn. Ja, we moesten even stretchen. Pardon. En nu gaan we iets drinken onderaan. Het paard is 9:30 denk ik. En ik denk dat we dan wel gaan slapen, want we zijn allemaal heel moe. Hè Sam? Hè Schrepen? En ik? Yes. Pak het niet mee. Ik is niet mee. Want we zijn heel moe. En deze mensen hier, echt gekke mensen in onze kamer. Hela. Hier, ze zijn hun aan het opfrissen. Ja, zo gaat dat. Lijkt als een tandman. Wat doen jullie achter het gordijntje? Nee, dat mooi. Hey, slaap wel, hè? Nice family. Dus zij gaan slapen in de badkamer. Sam slaapt in dit bed. En ik slaap in dit bed. Met deze. Tropje. Tropje of troppie. Troppie. Ja, dat is mijn vriend. Nee, wij slapen hier. We gaan ons zelfs klaarmaken. Na nice family. Waar zit je? Ja. Daar. Het was echt een leuke dag, maar vermoeiend. Wij zien jullie morgen.